Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag niet per se een vlog, maar we gaan een food challenge doen. Niet zomaar eentje, ik ga de 12.000 calorieën challenge doen van Brian Shaw. Brian Shaw die had voor dat hij meedeed met de sterkste man van de wereld, eet hij 12.000 calorieën per dag. Dat is een beetje een dieet van wat hij 4 jaar geleden deed. Het filmpje kun je in de beschrijving zien, het origineel. Alles wat hij op een dag heeft gegeten, dat heb ik in huis gehaald en dat ga ik vandaag eten. Blijf vooral zitten en zie hoe ik 12.000 calorieën moet wegkouwen in een dag. Maar voordat ik begin, vergeet niet even te liken en even te subscriben. Blijf vooral kijken. Als ik deze bak te klein is, dan gaan we maar naar deze. Zo, ik ben dus aangekomen bij de eerste maaltijd. 8 eieren, ik ben het zoveel gewend. Ik heb ook heel lang gewoon 8 eieren gegeten, want ja, waarom ook niet. Hè? Daarna 4 cups met cinnamon toast crunch. En dat deed hij met amandelmelk. Dus ik denk dat Brian Shaw een gezonde man heeft, dus gewoon de no sugars heb ik genomen. En hij eindigt dan met deze Amerikaanse pindakaas, 2 volle scheppen in het mondje. Dus let's go eat. Huh? Eigen zijn op. Ik ben overgegaan tot cinnamon toast crunch. Ik heb hem nooit gegeten, maar het is echt wel super lekker. Oké, dat was bijna de eerste maaltijd. Dus het zit wel aardig vol. Waar hij mee eindigt na de eerste maaltijd is 2 scheppen pindakaas gewoon recht in de mond. Het is heel veel zin in, maar alles om weer los van het moment te worden. Zo, de eerste maaltijd zit er nu in en ik heb nu 1430 calorieën gegeten. Dat is voor de meeste mensen al meer dan een halve dag ongeveer. Ik ga even lekker op de bank liggen en even uitbuiken. En dan gaan we zo naar de volgende. De volgende zal een shake zijn met een hoop eiwitten. Dus tot over een uur. Oké, okay, zijn we aangekomen bij de tweede maaltijd van de Brian Shaw 12.000 calorieën dieet. Wat Brian dan neemt is een shake met 80 gram proteïne. Een schep pindakaas doet hij erbij. En hij eet daarbij 3 granola bars. Dat is maaltijd 2, dus ongeveer een uur na mijn eerste maaltijd. Dan gaan we het klaarmaken. Zo. Even leeg. Oké, dat was de tweede maaltijd. Een proteïne shake en 3 granola bars. En dan kwam ik uit op rond de 1350 gram calorieën. Ik heb nu 2 uurtjes pauze van eten. En dan mag ik door naar de spaghetti met gehakt. Ik ga even mijn eten laten zakken. Dan zijn we bij maaltijd nummer 3 aangekomen. Gisteren ben ik naar een boerderij geweest. En ik heb helemaal speciaal gehakt gehad. Want dat is echt de Brian Shaw thing to do. Hè? Gehakt van de boerderij. Vervolgens pasta. En ik heb het een beetje uitgerekend, dat is ongeveer 290 gram pasta. En daarbij nemen we zometeen nog een beetje saus, dus komen we uit op ik denk 2300 calorieën voor een maaltijdje. Dus ik ga het nu even klaarmaken en dan mag ik weer eten. We zijn nu, ik denk 2 uur verder, een kleine 2 uur verder dan de laatste shake. Dus ik lust alweer wat. Dus maaltijd 3, helemaal klaargemaakt. Spaghetti met gehakt van de boerderij. Dat moet natuurlijk wel even speciaal gezegd worden. Pasta saus, gewoon tomatensaus. Dus ik kwam uit op 2250 calorieën. Dus nog een lange weg te gaan. Maar dat komt helemaal goed. Ik heb echt oprecht nog gewoon honger. Dus bon appetit. Voor maaltijd 4 eet Brian Shaw, hij drinkt een shake. En die shake die bestaat uit amandelmelk, rosbessen, proteïne. En daarbij nog 3 scheppen pindakaas. Ja, wordt een lekker makkelijke shake.
Ik heb al gewoon de hele dag super veel honger, dus het is echt nog geen probleem. En ja, ik ga me even shaken en opdrinken. Ik ben nu bij maaltijd 5. Kip gehakt, broccoli, rijst. En nog een dikke laag tomaten saus eroverheen om het een beetje normaal weg te krijgen. Dus zoals je kan zien, het is een aardig grote bak. De shake die viel wel bij mij niet heel goed. Dus we gaan even kijken. Ik ga hem even opeten, maar het wordt een lange klus. Dus top. Thanks Brian. Zo, nog een klein beetje. Nog een schepje en dan is deze maaltijd er ook op. Is het echt mokervol. Over 2 uur mag ik weer gaan eten. Dan mag ik een takeaway dinner. Brian had hier iets Italiaans of zo, maar echt gewoon 3400 calorieën. Dus vanavond moet ik gewoon 1 vieze dikke pizza bestellen. En normaal zou ik daar meer zin in hebben dan momenteel. Want het is dat ik deze hap nog moet nemen. En dan ga ik even uitbuiken. Want ik zit echt pompvol. Maar zie je over 2 uur weer. Maar ik ga verder. Super. Bedankt. Dit is dus maaltijd 6. Vorige maaltijd beviel niet heel lekker. Ik heb het echt met moeite weggekregen, maar we zijn nu weer 2 uur verder en ik ben eigenlijk gewoon weer klaar om te eten. Dus dat is hartstikke mooi. Een pizza met 2700 calorieën. Dan komen we wel een beetje dichtbij wat hij hebt. En dan heb ik straks nog 1 maaltijd en dat is ook 3 of 4 stukken cheesecake. Waarom ook niet? Ik ga de pizza opeten. Zo, dat was weer. Case closed. Nog 1 maaltijd en dan ben ik er godzijdank klaar mee, want dat is echt wel echt een hoop eten. Ik ben nu met deze maaltijd, deze 2700 calorieën, ben ik dus over de 10.000 al heen gegaan. Dus 10k challenge kan ik eigenlijk al afstrepen. Nu straks nog 4 stukken cheesecake, maar ik ga eerst weer even mijn pizzatje laten zakken en dan zijn we er bijna. Oké, dan zijn we aangekomen bij de laatste maaltijd, maaltijd 7. Het is nu al 11 uur geweest, dus we hebben er echt een flinke dag over gedaan. Maar de laatste maaltijd, het beste bewaart je wel voor het laatst, want het laatste is cheesecake. En niet zomaar een cheesecake, deze hebben we gesponsord gekregen van Cheesecake bij Jans. Dus we zetten even een linkje onderin, dus graag even volgen en we gaan hem nu even uitproberen. Shake. Oké, dat was mijn dag eten als Brian Shaw. Ik raal het zeker af. Ik zit knijtenvol. Het is ook niet normaal om voor iemand om 12.000 calorieën te eten. Voor zo'n man wel natuurlijk, want hij woogt om 205 kilo of zo. En waarschijnlijk heeft hij dat ook rustig opgebouwd. Ik zit nooit normaal rond de 5.000 calorieën. Dan gaat dan de volgende dag in één keer naar de 12.000. Dat is wel een beetje veel van het goede. Maar het is gelukt. Ik heb 12.000 gehaald. Ik denk dat ik echt ontzettend lekker slapen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben en tot de volgende keer.